volgehad. Maar tot ver in de 20e eeuw wordt daar toch in de literatuur daarover heel sterk tegen gewaarschuwd. Wat is daar de reden voor dan? Het maatschappelijk taboe. En ik heb daar geen sluitende verklaring voor waarom dat taboe zo sterk was en waarom dat dan in de loop van de 20e eeuw plotseling verdwenen is. Maar het is in het begin van deze eeuw ondenkbaar om over zelfbevrediging te praten als iets wat gewoon gebeurt en kan. En dat is dus eigenlijk pas veranderd in de jaren 20 en 30, wanneer in Nederland de psychoanalyse langzaam, maar zeer zeker doordringt. En het zijn vooral psychoanalytisch georiënteerde artsen die dan gaan schrijven van, het is eigenlijk helemaal niet schadelijk, maar vanwege schuldgevoelens en vanwege psychologische problemen moet je het misschien toch maar niet te veel doen. En in de jaren 30 kun je dus echt wel spreken van een soort propaganda tegen dat idee van die schadelijkheid van de zelfbevrediging. Dus er wordt dan niet gezegd van het is heel gewoon en het is een stadium in de ontwikkeling, of het is als je eenzaam bent en nog geen vriendje of vriendinnetje hebt, is het een uitstekende oplossing om seksuele spanningen te... Er wordt geen goed woord aan zelfbevrediging gewijd, maar er wordt dan tenminste zeer nadrukkelijk in de voorlichting gezegd van het is absoluut niet schadelijk en je hoeft je er niet voor te schamen. En daar is bijvoorbeeld heel beeldend in geweest de Amsterdamse arts Premsela, die ook politiek actief was in de STAP en die zich is gaan bezighouden met seksuele voorlichting. En dan in een van die boekjes schrijft over de zelfbevrediging een scène van zijn spreekuur waar een bevende, lijkbleke jonge man binnenkomt die niet uit zijn woorden kan komen. En op een goed moment, maar dokter, ziet u het dan niet aan me? En zo, en dan, na verloop van tijd komt het hoge woord eruit van hij doet aan onanie en verwacht daar de meest vreselijke gevolgen van. En Premsela is dan echt, dus tot grote hoogte stijgt hij in zijn rol van vaderlijke arts, die op een goed moment tegen die jongen zegt van, jongen, weet je wat van al die verhalen over de gevolgen van onanie, wat daarvan waar is? Helemaal niets. En dan in een lang gesprek ligt hij uit en die jongen gaat helemaal opgelucht en blij weer naar huis. In de jaren 20 komt er voor het eerst een heel beroemd voorlichtingsboek voor volwassenen uit van de Haarlemse gynaecoloog Van de Velde, Het volkomen huwelijk. En dat was dus een heel dik boek waarin alles in detail, in heel keurig Nederlands, wel, maar heel precies werd uitgelegd. Dus seksuele techniek, standjes, psychologische effecten daarbij. Dat is een dik boek waar je honderden bladzijden moet lezen voordat je iets hoort, maar dan komt ook echt alles wat je wil weten. Het boek kostte 12,5 gulden in 1926. En dat is dus in die tijd echt ongeveer nog een week inkomen voor een modaal week inkomen voor een arbeider met gezin. Komt er dus op neer dat eigenlijk alleen mensen die geld hadden, die konden het boek kopen en de arbeiders, om eens even te noemen, niet? Niet. En dat was een soort methode om te zorgen dat dat dus niet te veel verbreiding zou vinden. Maar tegelijkertijd werd er veel over gepubliceerd en werd dat boek dus echt heel snel een begrip. En heeft dat dus ook een hele... Het is een belangrijke doorbraak in de seksuele voorlichting, omdat er dus dan echt ter zake uitgelegd wordt wat er kon gebeuren. Legt het bijvoorbeeld ook uit de plezier die je in seksualiteit kan hebben, niet alleen aan mannen, maar ook aan vrouwen? Dat legt het heel duidelijk uit en zelfs op zo'n manier dat er sinds Van de Velde of met Van de Velde wel gesproken wordt over een omkering. Van vroeger dacht men dat mannen het dan wel leuk vonden, seks, maar dat vrouwen er niks aan vonden of ook niks aan hoorden te vonden. Van de Velde vond het orgasme
heel erg belangrijk. En hij vond ook heel erg belangrijk dat mannen en vrouwen tegelijkertijd klaar zouden komen. Dat is echt het punt waarin dat boek ontzaggelijk opgehamerd wordt. Het is echt de cultus van het wederzijds gelijktijdig orgasme. En in wat recentere feministische literatuur wordt dan ook gewoon gesproken van de orgasmedwang die sindsdien bestaat. En dat is zoiets wat je heel wat heel goed na te gaan is. Namelijk dat na dat boek, dus in de jaren 30, je in een adviesrubriek van de Nieuw-Malthusiaanse Bond, later voortgezet als de NVSH, het bekende Wij Willen Weten, dat daar een vloedgolf van klachten komt van mannen, heel, heel nadrukkelijk, van mijn vrouw vindt er niks aan en wat moet ik daaraan doen? Mensen realiseerden zich misschien toen pas wat ze gemist hadden. Van der Velde had wel degelijk, had er veel begrip voor, ging ervan uit dat vrouwen veel meer tijd nodig hadden om tot het orgasme te komen dan mannen. En dus enerzijds zegt hij dus dat mannen heel geduldig moeten zijn. En is dus het met de hand opvrijen hoort wel degelijk bij de seksuele techniek bij hem. Dat wordt er zeer nadrukkelijk in genoemd. Maar het is zeker zo dat die oudere generatie seksuologen toch nog een hele sterke nadruk legden of een voorkeur hadden voor echt de gewone geslachtsgemeenschap. Het moest gewoon met het moest gewoon met neuken. Dat is een woord dat altijd lastig te gebruiken is, maar je gaat het er nou even over, dus dan zeg ik het maar. Maar bij Van der Velde, die geeft echt statistieken over dat langzaam bereiken van het plateau. En dan laat hij statistisch zien hoe mannen, waar dat heel snel opgevoerd kan worden, de spanning en de opwinding. Hoe dat bij vrouwen veel meer tijd kost. En hamert erop van mannen moeten zorgen dat ze het inhouden totdat vrouwen ook zover zijn. Dat er vaak niet genoeg tijd genomen wordt voordat de vrouw ook zover is, blijkt uit het volgende fragment van Dr. J. Rutgers. Voor de vrouwen is dit hoogst verdrietig. Zij heeft dikwijls veel tijd nodig, vaak veel meer dan de man, voor haar congestieve functie in actie begint te komen. De burgerlijke beleefdheid, zich uitende in de bekende spreuk dames gaan voor, wordt wel stipt toegepast als formaliteit als er mensen bij zijn. Maar zo onder vier ogen vergeet de man dat wel eens. En daardoor wordt menige vrouw moedwillig beroofd van dit toppunt van gewaarwording. Veel mensen die zich begin van deze eeuw bezighouden met seksuele voorlichting komen voort uit de Nieuw-Malthusiaanse Bond. Bekende namen zijn onder andere die van de huisartsen J. Rutgers en Aletta Jacobs. De Nieuw-Malthusiaanse Bond is in 1881 opgericht. De eerste 50 jaar van haar bestaan houdt de bond zich voornamelijk bezig met propaganda van voorbehoedsmiddelen en de verspreiding ervan. Dit om het aantal geboorten te beperken en ieder kind een beter bestaan te geven, onderwijs en een goede verzorging. De heer G. Nabrink, die in 1937 lid wordt, vertelt over de Nieuw-Malthusiaanse Bond. Een vrij sterke organisatie, nogal wat burgerlijk,
Sommige afdelingen waren rijk, hadden eigen panden. Anderen waren wat armoediger. Maar het centrale punt was de mensen leren om te gaan met conservativa. Met anticonservativa. Dus wij moesten ze de geboorteregeling voorschrijven. En we hadden sinds de dertiger jaren consultatiebureaus. Alette Jacobshuis, Rutgershuis. Hadden artsen in dienst. Dus we konden buiten die geboorteregeling iets doen. Uit alle denkbare hoeken ondervindt de Nieuw-Malthusiaanse Bond forse tegenwerking. Geen Nabrink. Kijk, in de Nieuw-Malthusiaanse Bond hadden we natuurlijk de grootste tegenstelling met de overheid, hè? Die vereniging, de bestrijding van het Nieuw-Malthusianisme. De Rijnlevenbeweging. De hervormde synode. Een compleet congres tegen het Nieuw-Malthusianisme van de kerk.